ondanks dat we met de auto behoorlijk hoog kunnen rijden en op veel plekken hier om meteen vanuit de auto kunnen skiën, hebben we voor dit weekend besloten om een stuk hoger omhoog te gaan naar een berghut waar eigenlijk 's winters nooit te komen is. Maar omdat er nu al zoveel sneeuw ligt boven de 2000 meter en zo ontzettend weinig daaronder, is het nu mogelijk om naar deze berghut te lopen zonder dat het al te lang is. In de winter is het een hele expeditie om daar te komen. Nu valt dat mee. Dat zeggende heb ik een zware rugzak met allerlei materiaal erin, kookmateriaal, slaapzak, allerlei spullen om de nacht hoog in de bergen door te brengen. Want ondanks dat we in een hut zullen slapen, zal het daar behoorlijk koud zijn. Ja, en dit heeft misschien meer met avonturen met bergsport te maken dan echt met wintersport. Maar daarom genieten wij er niet minder van. We zijn nu een klein uurtje onderweg en we zijn bijna bij de hut. Ja, dit is echt fantastisch mooi. Vanaf 1700 meter ligt er een laag sneeuw. We hebben besloten om wel gewoon met schoenen omhoog te lopen. En niet met onze skis, want er liggen wel af en toe nog wat stenen door en het gaat nog wel op en neer, op en neer. En dan hebben we vanavond in de hut tenminste ook onze gewone schoenen. Ja, en voor de rest is het gewoon echt genieten. Er lopen gems om ons heen, ondergaan de zon op de berg achter ons. En voor ons een enorme speeltuin waar echt van allerlei hellingen zijn die hartstikke mooi af te skiën zijn. Nou, we zitten hoog in de bergen. Dat betekent dat we zelf voor ons water moeten zorgen. En gelukkig is er nog een stromend beekje, ondanks dat ik hier op een dikke laag ijs zit. Maar dat betekent dat we makkelijk aan water kunnen komen. Ik heb een heel ijskoude handen nu.